Dit is deel 2 over de wijk Spoorhoek, waarbij bewoonster Tine een trip down memory. Ja, ik ben in de wijk Spoorhoek en ik bel aan bij Tine. Want Tine die woont al heel erg lang in de wijk en weet ontzettend veel. Hoe lang woon je al in de wijk? Nou, ik ben van 1943 en vanaf die tijd woon ik hier. Dus je bent hier geboren? Ik ben op de Hommelstraat geboren. En waar staan wij nu? Je staat nu voor mijn winkeltje, waar ik nu 50 jaar woon. En daar heb je je eigen bedrijf gehad? Ik heb een kaaswinkeltje gehad, ja. 1968 begonnen. Eerst getrouwd, een week daarna de winkel geopend. En uw man is overleden. Ja. U heeft samen met hem het bedrijf gerund. Ja. Hoe was het om een winkel te hebben in Spoorhoek? Ja, hartstikke leuk. Ik heb met heel veel plezier aan de zaak gewerkt, allebei. Heel leuk. En wat vond u van de wijk? Ja, ik vond het een levende wijk. Ja, er was altijd nog wel wat aan de hand, maar ik heb er heel veel plezier gewoond. Maar u bent er geboren. Waar ging u naar school bijvoorbeeld? Ik ging op de Hommelsweg naar school. School 19. En was dat dan op de fiets of lopend? Nou, toen was het nog lopend, hè. Ja. Mensen die raden het wel af uit de buurt. Van hoe kun je daar nou gaan zitten in die spoorwegstraat? Maar het is goed gelukt. Als ik hier kijk, samen met u, dan zie ik dat hier allemaal winkeltjes hebben gezeten. Ja. Weet u nog welke winkels dat waren? Hiernaast zaten de dames Lebes. Die hadden een manufacturenzaakje en breien, naaien. Daarnaast zat de Kappen Heijsen. En daarnaast zaten de familie Jansen, schilderbedrijf. En de familie Eikelenboom, die hadden een dierenbenodigdhedenzaak. Heel lieve mensen. Maar hiernaast, of hier tegenover? Tegenover? Ja, wat zat daar? Toen wij hier kwamen, zat er op sociale dienst. Als mensen het niet eens waren, dan werden de ramen ingeslagen. Ja. Maar dat was één gebouw waar de sociale dienst in zat? Ja, dit was het hele stuk. Later is er een school in, die kwamen, een open tafel was dat. Mensen konden daar komen eten. Was ook heel leuk. Maar de sociale dienst, ja, daar had ik een hoop klanten van. Ik kwam tussenmiddag even wat halen. Even iets op brood. Ik had er echt wel vaste klanten van. Dus eigenlijk kun je zeggen dat u een ras echte spoorhoeker bent. Ja, ik voel me daar heel erg thuis. Nog steeds. Zou u hier ooit weg willen? Nee. En als ik dus eigen weg zou moeten omdat ik de trap niet meer op kan, of dan zou ik toch nog in de buurt willen blijven. Ik kan er niet van buiten. Hoe zag het er hier eerst uit? Ja, er waren allemaal kleine huisjes daar. En er woonden ook nog wel grote gezinnen in. Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar hoe groot waren die gezinnen dan? Nou, was een gezin, een heel groot gezin, was dat erin. Ja, een stuk voor 10 mensen wel. Hoe konden die daar dan leven? Hoe dat leeft, dat weet ik ook niet. Maar dat ging toch. Ik kwam ook nog in de winkel. In mijn tijd. Ja. Ja, dat was natuurlijk om de hoek. Maar was er armoede in de wijk? Dat leefde ook, ja. Net zo goed, ja. Daar hoorde u van? Nou ja, mensen die haalden wel eens wat dat ze niet direct konden betalen. En dat kwam later toch wel weer goed. Ja. Dan kochten ze kaas bij u en uw man op de pof? Precies, op de pof, ja. Wou ik nou niet zeggen, maar ja. Zijn er nog steeds mensen van wie u geld krijgt eigenlijk na al die jaren? Misschien wel. Ja, de oude Klarendalse weg. We hadden het in de vorige aflevering al gezien. Maar het verwondert me wat hier nou precies gezeten heeft. Tine, weet jij dat? Ja, dat weet ik nog wel. Als kind zijnde was daar Bosman, de sleutelmaker. En later hebben mijn ouders daar ook nog gewoond. En daarnaast, daar hadden we dus Kussers de Bakker. Die hadden daar de werkplaats van Banket. En daar zat Jan van den Berg met vis. Daar bakte die vis. Was leuk. En je rook hem ook.
Maar het ziet er nu uit alsof het garages zijn voor auto's. Ja, dat is waarschijnlijk nu ook, maar toen niet. Want daar mensen die sleutelmakerij en daar hadden ze... Ja, maar ook van de kusters, die hadden daar de wagens ook staan, hè? De bakfietsen. En verder naar beneden, daar had je dus bij ons naast, daar zat de schoenmaker Herengraven. En die hadden daar een schoenmakerij. Maar als je even achter je kijkt, hè, dan zie je goed proeven. Ja, dat zie ik, ja. Het oude districtspostkantoor. Ja. Kom je veel in Klarendal? Nou, als ik bezoek heb, dan gaan we altijd even naar het modekwartier. Die buiten de stad komen. En dat vinden ze leuk. Jij woont ook in Spoorhoek. En weet je dat je in een hele bedrijvige wijk woont, waar het vroeger heel druk was? Nee, geen idee. Ik woon hier nu pas een jaartje, dus het enige wat ik hier heb gezien zijn huizen. En wat vind je van de wijk? Druk. Het is, waar ik woon is heel gezellig. De mensen die komen wel echt samen en zo. Maar er gebeurt wel veel, zeg maar. Dat wel. Maar voel je je betrokken bij de buurt? Ja, iedereen doet wel iets. Ik denk, ja, als je elkaar al begroet, daar begint het al bij. Als je een gesprek hebt met elkaar, ja, wij hebben wel contact met elkaar. Groepsapp en ook aan de overkant praten we met elkaar en zo. Dus het is wel gezellig. Is het te druk voor je in de wijk? Ja, ik kom zelf uit een dorp, dus zelf vind ik het te druk. Het is nogal wennen. Maar dit hoort bij een stad, denk ik. Zo, ik zie, ja, gewoon hoe dit is. Ja, volgens mij is dat hoe een stad hoort te zijn. En is het niet een klein dorp in een stad hier, Spoorhoek? Nee, het is toch anders. Je merkt wel dat het vlakbij een stad is. Omdat er toch wel verschillende mensen door de straat lopen. Het is niet alleen de buurt zelf. Echt, er komen mensen overal vandaan. Dus ik denk dat daar het verschil in zit. Spoorhoek heeft haar eigen vlindertuin. Maar wat stond hier vroeger? Nou, vroeger stond hier een heel groot huis. En dat was van de familie van den Akker. En dat waren ook hele aardige mensen. Als kind zijnde dan, hè. En die hadden een grote stoep. En dan konden we lekker op het stoepje zitten. Hoe was uw jeugd in de Spoorhoek? Leuk. We hadden hier... daar woonde dus de familie Bosman. Die hadden die sleutelmakerij. En dit liep een beetje af. En dan gingen we in de winter een glijbaan maken. Dan gingen we glijden. Als het sneeuwde? Dan konden we mooi hier een mooie glijbaan maken. Dat was voor ons uit de buurt leuk. Ja. En we spelletjes ook, verstoppertje spelen met de mensen uit de Noord- en Zuidstraat die daar woonden. Twee grote panden waren daar en de rest was voor wat oudere mensen, maar daar vooraan die twee panden, daar woonden toch wel grote gezinnen in. En dan verstoppertje spelen. En wat deden we nog meer? Touwtjes springen, ook in de buurt. Ja. En het feit dat al die winkels er waren, wat betekende dat als je kind was? Ja, die winkels, ja, dat waren gewoon... het was toch leuk. Er waren allemaal gewone winkels. Banketbakker, brood, slager. Ja, die mensen kenden die allemaal goed. En u was het meisje van de kaaswinkel aan de Hommelstraat? Kaaswinkel, ja. En tegenover zat een kaaswinkel. Jan de Wit. En die hadden twee dochters. Daar speelde ik heel vaak. Ik kon dus zeggen concurrenten, maar toch ging ik bij die mensen spelen. Hoeveel kaaswinkels waren er toen de tijd dan niet? Nou, er waren er aardig wat. Wij zaten dus tegenover Jan de Wit. En je had dus verderop een kaasboertje. Maar het ging allemaal. En dan had je zaterdags de markt, hè. Waar ook nog mensen stonden met kaas. Hoe komt het dat u zoveel weet nog van toen? Ja, dat weet ik niet. Het heeft schijnbaar indruk gemaakt op me. En kwam je dan als meisje ook wel buiten de wijk? Ja, op de Steenstraat en op de Hommelseweg en die kanten allemaal. In de stad. Soendersmiddags met mijn moeder. Bij de Rutex een ijsje eten. Want er was de zaak gesloten. En dan, tegen een uur of vier was ik klaar. Dan gingen wij samen een ijsje eten. Was geweldig. Hoe vond u Arnhem toen de tijd? Ja, hartstikke leuk. Ja, nou nog. Ja, nou nog. Nu zijn we in het hart van Spoorhoek, de Hommelstraat. Kun je die wijk of kun je die straat nog herinneren? Heel goed, heel goed. Ja. Hoe was het? Was een leuke straat.
Allemaal kleine winkels. Allemaal mensen druk bezig. Ja. Kon je hier bijvoorbeeld ook een taartje eten en wat drinken? Nou, dat was er niet, nee. Dat had je hier niet, in de buurt, nee. Nee. Wat voor zaken zaten er? Nou, vroeger zat daar de visboer, Jan van den Berg. Je had daar een schoenenwinkel van Herengraven. Daarnaast woonde ik. Kaaswinkel van Ruitenburg. En we hadden naast onze familie Roosendaal wonen. Met manufacturen. Daarnaast zat Zieker. Daar kon je nog wel wat eten. Dat was een cafetaria, al heel vroeg. En wij gingen daar een ijsje halen. Ja. Maar een cafetaria zoals wij het ook kennen? Nou, eigenlijk wel een klein beetje al in de hele vroeg stadium. Want dat vroeger, je kon erop gaan zitten. Mensen konden daar een uitsmijtertje eten. Ja, inderdaad. Ja. En daarnaast? Daarnaast had je dus de slager zitten. En daarnaast zat Kusters. Slager Frederiks. En die maakte ook worst zelf. Paardenworst, paardenslager was dat. En Kuster de bakker. Je had er nog een sigarettenwinkeltje, sigaren en sigaretten. En daarna kwam Derksen de groentewinkel. Maar eigenlijk is het heel bedrijvig, hè, wat hier allemaal gebeurt. Maar ik weet nog wel dat daar een dierenwinkel zat aan de andere kant. Ja, maar daar zat vroeger toch Besseling de licht. Lampenkappen, lampen. Ja, die hebben toch het langste daar gezeten. En later zat Besseling daar, die dierenzaak. En daarna zat Willemsen de café. Oh, dat is toch een café? Toch een café, ja. Ja, die had je hier wel. Maar als je al zoveel winkels hier alleen al in de Hommelstraat kunt vinden. Althans, dat is het nog steeds. En dat was het vroeger ook. Ja. Die Steenstraat, die had ook allemaal winkels. Dus concurreerde dat niet heel erg met elkaar? Het zal best wel, maar het liep toch allemaal. We hebben toch wel allemaal hun eigen mensen die daar komen. Ja hoor, dat ging goed. Ieder verdiende zijn eigen boterham. Dat denk ik wel. We hebben toch allemaal bij elkaar gezeten. Nee, dat ging goed hoor. En als iemand u nou vraagt van, omschrijf nou eens uw wijk. De wijk waarin u woont. Wat zou u dan zeggen? Ja, ik vind het wel een fijne wijk eigenlijk. Wat moet ik ervan zeggen? Ja, prima. Ja, ik woon hier al 50 jaar dus. In de Spoorstraat. Jij zit in de werkgroep van de Spoorhoek. En hoe kijkt deze werkgroep nou aan tegen de Van Muilwijkstraat? Nou, de Muilwijkstraat is een zorgenkind in de wijk. En het is een straat die voor de nodige overlast zorgt. Het is in die zin een probleemstraat. We staan hier op een kruispunt. En vroeger liep de Hommelstraat zo in een bocht richting Muzes. Dat is nou niet meer. Maar wat we nu wel hebben is een hele mooie brede Van Muilwijkstraat, tenminste op dit punt. En naar die kant toe, richting Velp, is die een stuk smaller. Mm-hmm. Nou is een paar jaar geleden de Van Muilwijkstraat uitgeroepen tot de lelijkste straat van Arnhem. Ik heb me afgevraagd en met de werkgroep, waarin zit dan die lelijkheid? En ik heb er eigenlijk drie niveaus in. Het eerste niveau is van die gevels van de flats aan die kant, die zijn zeer gedateerd en die hebben geen rijke of charmante uitstraling. Dus er is een stukje lelijkheid in die gevels. Tweede vorm van lelijkheid is de drukte, het autoverkeer. Dat betekent eigenlijk gevaar. Dat is een vorm van lelijkheid. Het derde niveau van lelijkheid is dat we door deze straat afgescheiden worden van het Spijkerkwartier. Uit sociaal oogpunt is dat onwenselijk. En de werkgroep is er nou mee bezig om na te denken van hoe kunnen we die straat nou verbeteren. En dan hebben we eigenlijk een wenspakket van 2 à 3 niveaus. Het eerste niveau is van dat er meer groen moet komen in deze straat. Het tweede niveau is van dat de verbindingen met het Spijkerkwartier hersteld moeten worden. Er zijn er 3 straten die
dat zouden kunnen bewerkstelligen. Dat is de Bloemstraat en de Tuinstraat en de Westeinde. En hier het pad langs de Martinuskerk op. Dan heb je eigenlijk vier verbindingsniveaus waarbij ons stukje eiland, want Spoorhoek is als het ware een eilandje, weer verbinding krijgt met het Spijkerkwartier. Dat groen. Wat kan je dan doen? Eén idee, een oud idee van de werkgroep is, en dat is eigenlijk ook wel een heel duur idee, maar ook het beste idee, is als het ware die van Muilwijkstraat verdiepen. Nog mooier zou het zijn als het een tunnel zou worden. En dan kan je daar bovenop kan je dan groen aanbrengen. Dat is een idee. Een ander idee is van zorg nou dat in het midden van die brede straat, dat daar het groen komt. Een soort van groenstrook midden in die weg. Dan heb je aan de ene kant de buslijn en aan de andere kant het autoverkeer. En hier op dit punt, waar het heel erg breed is, daar kan je eigenlijk nog veel meer groen kwijt. En dan werkt dat groen ook als een mooie, je relateert het dan aan de singles. En krijg je een hele mooie overgang naar de Spoorhoek, naar Klarendal en het Modekwartier.